Dat je dus wel een eigen huisverkoop hebt, hè? Heb je daar een winkel voor of is dat. Ja, Ook, oké. ja, het kan online en mensen kunnen ook gewoon naar de winkel toe komen, zeg maar, op de woensdag en de zaterdag. Ja, en dus dat je het per post doet, want dan is het voor heel Nederland interessant, hè, om te weten. Ja, precies. En wat is als ze het zeg maar volgende week woensdag willen hebben of zo, verzend je elke dag of heb je een vaste verzenddag? Nee, van maandag tot en met donderdag. Want als je namelijk op vrijdag zou verzenden en de post zou vertraging hebben, Je komt na het dan weekend. precies, en dat houdt de verpakking niet vol. Dus het is echt van maandag tot en met donderdag. En vaak doen we het ook nog gewoon in overleg. Dat we zeggen van wanneer ben je thuis? Want het pakketje wordt alleen bij de mensen zelf aangeboden. En als er dus niemand thuis is, dan komt die retour. Oh ja. En ja, ook nu ze geen handtekening nodig hebben. Oké. We hebben echt afgesproken dat het alleen maar. En ja, ze mogen het ook niet laten staan voor een deur. Want weet je, op het moment dat het. Nu is het bijvoorbeeld 25 graden hier. Dat betekent dat het verschil tussen de inhoud van de verpakking en de buitentemperatuur is 45 graden. Nou ja, dan voor die icepacks ook best wel heftig om het zeg maar vol te houden. Ja. Ja. Maar goed, het is nog nooit gebeurd dat een pakket terugkwam. Want mensen zijn altijd, ja, we spreken dat gewoon zo duidelijk af. Dan zijn ze wel thuis of ze hebben een track and trace code waarschijnlijk. Dat ze Ja, weten niet maar ongeveer. we verzenden eigenlijk alleen maar als we weten dat mensen thuis zijn. Ja. Dan hebben we dat Nee, slim. pakje al gelegd. En ik had bijvoorbeeld vorige week, was dat vorige? Ja, dat is vorige week geweest. Hadden we zoveel bestellingen uit het Westen, dat ik heb gezegd van, ja, weet je, het is na de, wat was het? Oh, na de Pasen Pasen. was het, ja. Ik zei, weet je, ik vertrouw PostNL nu niet, want die had al heel veel vertragingen, zeiden ze. Dus toen ben ik gewoon zelf gaan rijden. Want Oké. ja, weet je, je moet die, als je, we hadden best wel flink wat bestellingen. Dus ik denk van, ja, weet je, dan maak ik er gewoon een rondje van. En dan kijken bij iedereen of dat op dat moment uitkwam. En dat was zo. Ja, ik merk dat mensen zijn best wel makkelijk. Als je gewoon communiceert, dan is er heel veel mogelijk. Ja, en er is in deze tijd vaak toch wel iemand thuis door de Ja, omstandigheden. maar zelfs daarbuiten, want dit doen we al Oké. bijna een jaar zo. En er is dus nog nooit een pakketje teruggekomen omdat iemand hem niet kon aannemen. Nee, kijk, helemaal top.